6 spechtensoorten binnen, ik denk, een maandje tijd. Dat kan zomaar gaan lukken. Ik ben nu op een plek waar al dag of 2 een draaihals zit, die waarschijnlijk op doortrek is. Een draaihals, dat is een spechtensoort die overwintert, meestal in Afrika. En dan komt hij in de zomer, komt hij hier naartoe of trekt hij door om te gaan broeden. Het zijn nachttrekkers, dus ik had nog even spanning vandaag van, gaat het lukken? 'S Nachts vliegen ze meestal door naar andere plekken, maar deze, die is vannacht gebleven. En hij zit hier al een paar dagen, dus goede kans dat ik hem ga vinden. Prachtig spechtje, heel erg gecamoufleerd. En ik ga kijken of ik hem op beeld kan krijgen. Ik heb er zin in. Let's go. Hoogst bizar. Die draaihals zit daar dus gewoon in het gras. Ik ben niet de enige die hier is komen kijken. Meerdere mensen. En dat beest zit daar gewoon. Pikt af en toe wat beestjes uit het gras. Gaat rustig verder met zijn ding. Lijkt zich wel bewust van de aanwezigheid van de mensen, maar niet heel veel ervan aan te trekken. Wat een mooie vogel, wat een schutkleur hier. Ik stond hier net. Toen was het echt van, ja, waar zit hij? Ja, ongeveer 1,05 meter voor je. En dan kijk je eens goed. Dan zit hij daar gewoon. Fantastische schutkleuren. Dat is echt een moeilijk op te merken beest. En wat ik al zei, deze die trekt waarschijnlijk door. Hangt hier eventjes om een beetje op kracht te komen. En daarna is het beest weer voetsie. Maar echt een buitenkansje. Echt heel erg vet. Leuk is dat dit de tweede draaihals in 2 dagen is voor mij. Gisteren, het moment van opnemen, gisteren had ik er ook al eentje. Die was aanmerkelijk schuwer. Deze die blijft gewoon echt overal voor zitten, ontzettende showvogel. En die andere, die was echt, zo gauw als hij het door had, was hij weg. Heb ik een bewijsplaatje van kunnen maken en die zie je nu voorbij komen. Maar meer dan dat werd het ook niet. Deze is totaal tegenovergestelde. Zit hier redelijk relaxed. Beetje om zich heen te kijken, beetje te eten. Prachtvogel. Blijft een bizar gezicht. Die draaihals hier zo, die hier lekker gewoon zijn kostje bij elkaar scharrelt. En wat ik al zei, hè, totaal niet schuw. Eigenlijk heel mak zou je bijna kunnen zeggen. Zit hier gewoon, fourageert hier wat, zoekt wat naar miertjes of insecten. En hij doet gewoon zijn ding. Het zijn wel hele vette spechtjes overigens. Het is een specht. Het bijzondere is wel, het is een van de enige spechten in Nederland. Of het is de enige specht in Nederland. Die niet zijn eigen hol hakt. Maakt altijd gebruik van holen van anderen. Roffelt ook eigenlijk niet. Dus een draaihals ga je niet herkennen aan het feit dat hij ergens op een boom zit te drummen. Überhaupt, succes met herkennen, want dat beest heeft een fantastische schutkleur. Ja, het is wel een heel mooi beest. En binnen een maand alle 6 de spechtensoorten die je in Nederland kan vinden. Dus ik ben ook helemaal happy.
en dat was nog wel een hele mooie afsluiter. Bovenop die draaihals nog een zingende geelgors. Schitterende gele vogel die het hoogste lied zat te zingen boven in de boom. Helemaal happy mee. En die draaihals, ja, genieten. Absoluut. Wat een prachtig beest is dat, joh. Schitterend gecamoufleerd. Op een gegeven moment zat hij ook onder een takkenhoopje. En dan zie je hem gewoon bijna niet. Dan zag je op een gegeven moment nog zijn oog zo tussen de takjes door. Maar dan moet je ook maar net weten dat daar een draaihals zit. Maar als hij zich dan even laat zien. Wat een schitterend beest. Ik ben er super blij mee dat ik hem heb kunnen zien. Echt een fantastisch mooie specht. Geweldig afsluiten van de dag zo voor mij. Ik hoop natuurlijk ook dat jij het vet vond om mee te kijken en dat je ook genoten hebt. Als je het vet vond, vergeet geen reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, zeker even doen. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!